Welkom! Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering van ons WST-journaal. In deze aflevering showt Janne van Beers ons haar greyhound Troy. We gaan op bezoek bij Waterschap de Dommel, waar op dit moment 7 WST-medewerkers aan het werk zijn. En ook in dit WST-journaal hebben we weer een nieuwe prijsvraag. Maar we beginnen met het MTO. Het medewerkerstevredenheidsonderzoek komt er binnenkort weer aan. Hoe tevreden ben jij met je werk, je collega's en hoe zaken bij WSD geregeld zijn? Als je één dag directeur van WSD zou zijn, wat zou je dan graag willen veranderen? Ja, ik ben een heel tevreden mens. Ik laat het zo maar, ik vind het zo goed. Ik vind het perfect eigenlijk hoe dat nou gaat. Ik heb het idee dat ik ver van de WSD afsta, omdat ik extern werk. Als ik directeur zou zijn van de WSD, zou ik ook wat meer feeling van de externe willen hebben. Over het algemeen ben ik wel tevreden. Er zijn momenten dat het een beetje saai is, maar nu is het bongo en dan is het niet zo saai. Als ik directeur zou zijn van de WSD, dan zou ik mensen vrijgeven als het 35 graden of meer is. Waarom is dit onderzoek eigenlijk zo belangrijk voor WSD? En wat wordt er gedaan met de resultaten van het onderzoek? Ja, er werd in het onderzoek gevraagd eigenlijk om meer communicatie. Dus het afdelingsoverleg wordt sindsdien frequenter gehouden. En er wordt ook op toegezien dat de subafdelingen werkoverleg hebben. Dat was niet overal, maar dat hebben ze ook ingevoerd. Ja, vooral de vaker communicatie wordt wel op prijs gesteld. Het WSD-journaal is een prima hulpmiddel daarmee. Dus dat zou iedereen eigenlijk altijd moeten bekijken. Dan zijn ze op de hoogte. Er zijn altijd dingen die beter kunnen en die hebben we ook echt opgepakt. Een van de belangrijkste dingen was van dat het niet helder was wat de toekomst van WSD was. Met onze strategie verbinden en excelleren hebben we dat invulling gegeven. En iedereen weet dat WSD gaat voor het invullen van de participatiewet voor al onze 11 gemeenten. Anonimiteit is belangrijk. Mensen moeten kunnen gewoon uiten wat ze willen. Of dat nou positief of negatief is. Een extern bureau voert het uit. WSD krijgt niks te zien of te horen van individuele punten die ingevuld worden en de OR bewaakt het ook nog eens. Ik wil alle medewerkers oproepen om echt serieus mee te doen aan dit onderzoek. Of je nou heel tevreden bent of ontevreden bent, we willen het super graag weten. Sinds een jaar of 8, denk ik, werken er zo'n 7 mensen van de WSD bij Waterschap de Dommel. We zijn begonnen met chauffeurs. Inmiddels werken de mensen in de beveiliging, in de facility, in de catering. En we zijn daar heel tevreden over. Ze zijn heel betrokken, heel loyaal. En aan de andere kant doen ze hun werk ook heel goed en zijn ze heel toegewijd aan hun werk. Ik heb tweeledig werk. Ik rijd de directeur hier, chauffeuring. En ik doe gebouwenonderhoud. Het bevalt me erg goed. Het is wel een functie waar je in moet groeien een beetje. Omdat je vaak moet schakelen. Veel dingen tegelijkertijd. Even dat, even dit. Waterschap, goedemorgen. Primaire taakstelling is hier om 9 waterzuiveringen hebben wij. Daar komen mensen binnen, gaan mensen uit. En het is de bedoeling dat die allemaal goed geregistreerd worden. Nou, het is heel belangrijk om goed met mensen om te kunnen gaan. Het is ook belangrijk dat we duidelijke gesprekken voeren door de intercom hier. Want als je een beetje brabbelt, dat werkt natuurlijk ook niet. En de collega's hier zijn allemaal prettige collega's, dus die komen af en toe ook een keer langs. En dan maakt dat altijd met elkaar hartstikke leuk hier. Ik denk dat er bij het waterschap nog heel veel kansen liggen. Met name door de participatiewet zijn wij nu nog sterker gaan kijken van wat zouden wij nou aan nieuw werk kunnen gaan creëren voor mensen die wat meer afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Tot nu toe is het min of meer toevallig zo gekomen doordat we contact hebben met de WSD. Maar als je vanaf de andere kant gewoon eens gaat kijken naar nou, wat is nou het werk wat hier moet worden uitgevoerd en als je dat helemaal gaat afpellen, dan ben ik ervan overtuigd dat er nog veel meer mogelijkheden zijn. Ja, het voelt voor mij echt een supermatch hier bij de waterschap. Ik ben
ben Sjan van Beers, ben 55 jaar, kom uit Oorschot. Ik werk bij Edco in Eindhoven. En daar doe ik controles van producten. En mijn grootste hobby is Troy, onze greyhound. Een beetje van een glimmetje hier, tanden zijn schoon. Goed zo. Deze Rosette heeft hij een paar weken terug in Rotterdam gewonnen. Daar is hij best in groep geworden. Dat wil zeggen, de beste van alle windhonden die er die dag waren. En ja, hij is eigenlijk, mag ik zeggen, vierde best in show geworden. Goed zo, vet. Wow. Dit is een gestroomde greyhound. Nou, zijn vader en moeder, moeder komt uit Italië en vader is een Amerikaanse hond. Dus ze komen ook nogal een eindje over zee, zal ik maar zeggen. Het is onze eerste reu. En ik vind, ja, het is echt een knuffelkont, maar hij kan ook hele zaak op stelte zetten. Ja, hij is mijn tweede beste vriend. Ja, echt wel, want hij is superleuk. WSD-medewerkers die voor natuurmonumenten werken, hebben van WSD speciale kleding gekregen die hen beschermt tegen teken. Deze kleding is gegarandeerd 100% veilig en biedt 100% bescherming. Via de Werkacademie Junior is maar liefst 90% van de werkzoekende jongeren uitgestroomd naar een reguliere baan en of naar een opleiding. In 10 weken leren ze waar hun kwaliteiten liggen en hoe ze zich het best kunnen presenteren in een sollicitatiegesprek. De Werkacademie is een onderdeel van WSD. WSD mag trots zijn op dit resultaat. Ook nu is er weer een leuke prijs te winnen. Geef het antwoord op de volgende vraag. Waar staat de afkorting MTO voor? Stuur je antwoord voor 10 september 2015 naar communicatie@wsd-groep.nl en maak kans op een leuke cadeaubon. De winnaar van de vorige prijsvraag is Jacques Smit. Gefeliciteerd! Dit was weer ons WSD-journaal. Fijn dat je gekeken hebt. Tot de volgende keer.